Mr. Apple.
Ja. De laatste vraag. En dat brengt ons meteen bij onze juryvoorzitter, Dana. Ja, het is fantastisch dat ik hier mag zijn. En proficiat ook aan alle kandidaten uiteraard, dat ze zich zo inzetten voor fantastische dingen die voor jullie toch wel heel belangrijk zijn, denk ik. Ik heb een hele leuke vraag. Op 17 mei vindt jaarlijks de internationale dag tegen holibifobie en transfobie plaats. De dag waarop de Wereldgezondheidsorganisatie homoseksualiteit uit de lijst van geestesziekten schrapte. Maar hoe lang is dit ondertussen geleden? Is dat A 30 jaar, B 35 of C 40 jaar geleden? Heren, ik wil nu jullie antwoorden. En dat is geen gemakkelijke opgave. Ik denk dat ik mag spreken voor heel de jury, dat voor hen nog een pak moeilijker is dan voor mij. Ik ken de jongens natuurlijk al een kleine 10 maanden. En dat maakt het voor mij wel makkelijker om te kijken hoe ze gegroeid zijn in het proces. Dat is ook iets waar ik wel rekening mee wil houden, omdat ik het belangrijk vind dat jongens evolueren. Dat ze zichzelf kunnen heruitvinden, kunnen kijken hoe ver ze in het leven kunnen geraken en gewoon kunnen groeien. Want dat is iets dat ik in mijn jaar gemerkt heb en ook bij mezelf kan zeggen dat ik heel veel gegroeid ben. Dus dat groeiproces is heel belangrijk voor mij. Ja. Ja, volledig uitspringen. Ik heb er een paar. Ik ga niet spreken over een top 3, een top 2. Maar er zijn er 3, 4, 5 misschien wel die voor mij zeker in aanmerking komen vanavond. Oké. Heel benieuwd. Eigenlijk...